jaar Javaanse immigratie. Dag der inheemse volken. En ijscream van ketchup. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Vanaf 1994 is 9 augustus wereldwijd uitgeroepen tot Dag der Inheemse Volken. In 2006 werd het een nationale feestdag in ons land. Op verschillende plekken wordt deze dag gevierd, maar in de Palmentuin worden de officiële activiteiten gehouden. En er zijn ook genoeg standjes met inheemse gerechten, crafts en klederdrachten. Hoofdtooien, schouderdoeken, kassiri en lekkere peperwater. Vandaag staan we in Palmentuin om de inheemse dag te vieren en natuurlijk ook de Javaanse immigratie. Mevrouw Druiventak, hoe voelt het aan om na 2 jaar weer in Palmentuin te zijn naast je inheemse broeders en zusters? Wel heel gelukkig hoor. Om weer samen te zijn bij vooral de inheemse en nog gezelliger met al die andere volken erbij. Dus we zitten allemaal hier in Suriname. Het zijn verschillende kleuren, dus we bundelen allemaal bijeen. Ik ben echt blij en de reden waarom dat ik dat zeg, omdat wij zijn zo ver gekomen vanuit het binnenland. Met de producten van de mensen, daar zijn de vrouwen. Dus dan ben ik heel blij om toch hier te zijn in de Palmentuin. En wat verkoopt u allemaal? Ik zag kasseri, peperwater, kalebassen. Ja, we verkopen kalebassen, kettingen, kasseri, cassave, schouderdoeken. Hoeftooi en zo, hoefbandjes. Ik ben vandaag eigenlijk gewoon komen wandelen, heel simpel. Maar ik ben op vakantie in Suriname en dit is toevallig ook mijn eerste keer in Palmentuin. Dus meteen inheemse dag meemaken vond ik wel spectaculair, dus ik zeg oké, ik ga mee. Voor mij het is gewoon een Surinaamse feestdag en ik doe wel mee aan alle feestdagen, kan je zeggen. Het is gewoon herdenken de inheemse, de eerste bewoners van Suriname. Welke bijdrage zij geleverd hebben vanaf het begin, want daar is het eigenlijk begonnen. Hoe het land is opgebouwd, maar zoals je zegt, het is ook Javaanse immigratie. En je hebt Javaanse, Hindoestaanse, Chinese immigranten. En het is wel fijn dat iedereen gewoon een eigen dag heeft om daarvan te genieten en er plezier van te maken. Het is een soort culturele tekening van die inheemse. Bijvoorbeeld, wanneer iemand eigenlijk overleden is, hebben ze, men noemt het een poepblak, en dan hebben ze deze tattoo. Men noemt het penny, ja, Indiaanse penny, maar wij zeggen in het Nederlands tattoo. Het is een soort herdenking dat men van de rouw gaat. Dus wanneer de rouw gaat voorbij gaan, ja, dan gaat men een soort situatie vormen. Okay. Ja, dus men noemt het poerblaka. Dan gaat men starten met die tattoo. Wat betekent inheemse dag voor u? Zoals de VN het heeft beschreven, is die dag natuurlijk geproclameerd als de zijnde dag waarbij we in elk geval moeten stilstaan bij die erkenning en het respect dat de inheemse gemeenschap moet krijgen. Voor haar tradities, voor haar leefgewoontes, snap je? En dat moeten we meteen doortrekken voor alle andere culturen welke Suriname rijk is. Ik denk dat daarom deze dag zo belangrijk is. Een boodschap voor de jongeren is, hou het zo authentiek mogelijk. Dus ga er niks aan veranderen en breng geen extra dingen bij, maar hou het gewoon bij de basis. Dus gewoon de echte cultuur bewaren. We zijn aan het eind gekomen van onze reportage vanuit de Palmentuin. Maar de dag is nog niet om, dus kom maar lekker genieten. En ik wens de totale gemeenschap een fijne dag der inheemse toe en een dag van de Javaanse immigratie. ...132 jaar geleden kwam het eerste schip in Suriname aan, vol met mensen van het eiland Java in Indonesië. In 49 jaar tijd kwamen ongeveer 32.000, voornamelijk Javanen, naar Suriname. Nu zijn ze een van de grootste bevolkingsgroepen in Suriname en grote bijdragers aan de algemeen Surinaamse cultuur. De Javaanse immigratie wordt jaarlijks herdacht op de dag dat het eerste schip, stoomboot de Prins Alexander, aanmeerde in Paramaribo, vol met mensen op zoek naar een nieuw leven. Sommigen met nuchtere verwachtingen en veel vanwege valse beloften.
Van 1890 tot 1939 zijn volgens de registraties 32.956 mensen van het eiland Java en directe omstreken naar Suriname gekomen. Ze kwamen vooral met hun families om als contractarbeider te werken. De contractarbeiders hebben jaren gewerkt en hebben zich gevestigd in de buurt van hun werkplaatsen. Veel in Kommerwijnen. Ongeveer een derde van ze ging terug naar Java nadat hun contracten erop zaten en andere redenen, maar veel zijn gebleven. Volgens de laatste telling zijn er meer dan 73.000 Surinaamse Javanen in het land en nog duizenden buiten het land. Allemaal vieren zij de dag dat hun voorouders een nieuw leven zijn begonnen. Maar in Suriname begint dat al op 8 augustus voor een heel speciale reden, zegt de voorzitter van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie. Een van de belangrijkste redenen is in de Javaanse cultuur, de traditie, is dat we aan de vooravond van een hele belangrijke dag, of het nou een huwelijk is, een besnijdenis, een groot feest, dat we de avond van tevoren, en we noemen het malamen, de avond van tevoren, allemaal bij elkaar komen, ons bezinnen, maar ook vieren voor de dag van morgen. We bidden om zegen en reiniging. Toch, Pa Edward? We bidden dat de dag van morgen goed zal verlopen. En het is in deze traditie dat we ook herdenken de Javaanse immigratie, maar ook met onze broeders en zusters verbonden zijn in Indonesië, waar het nu al 9 augustus is. De meeste festiviteiten zijn inderdaad op 9 augustus in het district Kommerwijnen. Maar hier in Paramaribo is het allemaal gestart met toespraken. We pay tribute, respect and send prayers to the Simba, our Simba. Our courageous ancestor who crossed the ocean and left their home in Indonesia to start new life. New beginning in Suriname. Your respected Simba, our respected Simba, have left a legacy to all of us here and taught us the life we live and enjoy today. Tegenwoordig komen we Javanen in alle sectoren en alle functies tegen. Ze blinken vooral uit in de beroepen waarin precisie, goede vormgeving en creativiteit nodig is. Dans van verschillende groepen. En natuurlijk de kranslegging bij het monument van 100 jaar Javaanse immigratie in Paramaribo bij ons huis, of zoals het in het Javaans wordt gezegd, Sena Budaya. September 19, eenmalige vrije dag in Suriname en ketchup, mayonaise en bonen ice cream in Londen. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Ketchup en mayonaise worden meestal gebruikt bij het eten van je frietjes. Maar in Londen maken zij er nu zelfs ijscream van. Ze hebben het niet alleen bij ketchup en mayonaise gehouden, maar maken ook andere smaken zoals mustard, gebakken bonen, thee enzovoort. There's lots of weird flavors and me and my sister were very excited to try lots of them. The weirdest flavor is probably ketchup and baked beans because it's just like the most unusual thing that you would have. We've taken British store cupboard classics and turned them into ice cream. Het mag in ieder geval wel een succes genoemd worden, want de rijen van de ijscreamwinkel zijn haast elke dag lang. We first came on Saturday, but it was way too packed, so we decided to come back today on Thursday because it's quieter as we expected. I tried mayonnaise and ketchup so far. The mayonnaise wasn't good. The ketchup's a bit better, but they're not as sweet as I would like because I've got quite a sweet tooth. Maandag 19 september 2022 is uitgeroepen tot een eenmalige vrije dag. Dit verzoek werd gedaan door Stichting 19 September 1762.
Op deze dag is het precies 260 jaar geleden dat de Marrons van boven Suriname het vredesverdrag tekenden met de koloniale overheid. Het vredesverdrag hield in dat de Saramacaners op deze dag tot vrije burgers werden verklaard. Door dit verdrag kregen zij gebieden aangewezen en konden ze eindelijk als vrije mensen leven. De vertegenwoordigers van de stichting zijn ontvangen door het kabinet van de president, waarna de president akkoord ging met het voorgedragen besluit. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Wij wensen ieder een fijne dag der inheemsen en herdenking van de Javaanse immigratie.